Elvin Bishop en I Fooled Around and I Fell in Love. Lea, volgens mij zijn wij nu in het, volgens mij, dit is het torentje. Ja, dit is het torentje. Hier is de hofvijver, dus ergens achter die deur is de kamer. Maar dit is, zeg maar, het torentje moet ik even uitleggen. Het bestaat uit verschillende ruimtes. Het is helemaal met hout. Ineens kom je ook in een heel andere wereld terecht. En, ach, dit is, kijk nou, dit is het volgens mij. Het is een heel vol bureau, hè? Dit is volgens mij de plek. Kom, we gaan naar binnen. We gaan nu het kantoor, het torentje, de werkkamer van Mark Rutte, onze minister-president, gaan we binnen. En het eerste wat me opvalt is dat er twee petjes op zijn bureau liggen. Zie je dat? Een Nijntje. En Nijntje, waar zie je Nijntje? Nijntje, ja, inderdaad, Nijntje. Ach, en foto's. Wat is dit gek? Ik heb wel het idee dat ik in iemands huis ben op dit moment. We zien een ronde kamer. En is dat voor mij? Er ligt een kaart er op tafel. Dit is wel heel erg gaaf. Wacht even. Wil jij hem voorlezen of zal ik het doen? Lees jij hem voor. Er ligt een kaart op tafel. Ga je gang. Lees voor. Dat is echt aardig. Beste Lea en Wouter, maak er een geweldige uitzending van. Mark Rutte. Mark Rutte heeft een kaartje van ons achtergelaten. Wat ontzettend leuk. Dan gaan wij zo een kaartje van Mark terugleggen. Even kijken. Het is een soort ronde kamer met allemaal stoelen aan de zijkant. Jij bent hier ook nog nooit geweest. Waarom ben je hier nog nooit geweest? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb geen idee. Ik heb nooit straf gekregen, dus ik heb hier nooit hoeven komen. Misschien is dat het wel. Het is een beetje een jongenskamer, mag ik dat zo zeggen? Nou, het zou ook wel een vrouwenkamer kunnen zijn. Dat zeg ik, het is een beetje een vrouwen- of een jongenskamer. Wacht even, ik ga wel kijken, er zijn allemaal cd's hier. Mag ik kijken welke cd's die hier heeft staan? Even kijken hoor, ik zie muziek staan van Mozart, van alles van Rotterdam, wat grappig. Concertgebouw Orchestra, Beethoven... Ja, Bach natuurlijk. Weten we sinds zomergast dat hij daarvan houdt. En een foto van... ja, heel veel foto's van hemzelf met allemaal mensen. Ik vind het ook heel klein dit. Vind je het? Ja, goh. Maar het is ook wel heel gezellig. Want er zijn in een cirkel staan er mensen om zijn bureau heen. Ja. Dat toont aan dat je respect hebt voor de mensen die langskomen. Dat je iedereen rustig aan kan kijken. Ja. Het heeft echt wel iets gezelligs. Zijn stropdas ligt op tafel, zie je dat? Een blauwe. Ja, een beetje saai, hè? Ik denk dat hij morgen wel een mooie om heeft. Daarom ligt hij hier, die wilde hij niet aan. En ik zie een... daar staat daar ook een briefje, een foto. Ik ga het maar niet voorlezen, maar iemand heeft hem een foto gestuurd. Iemand die heel belangrijk is in Duitsland, zal ik het zo omschrijven? Een vrouw is het, ja. De machtigste vrouw van Duitsland. Nou, niet alleen van Duitsland, volgens mij. En 1, 2, 3 telefoons staan hier. Ik vind het inderdaad wel gezellig. Het uitzicht, jij kent het hier, jij bent bekend in Den Haag. Dit is de Hofvijver natuurlijk. Waar kijken wij nu precies op uit? We kijken uit op de Hofvijver en allerlei historische gebouwen van Den Haag. Dat zijn gewoon kantoren van mensen die rond het Binnenhof werken. Ik vind het wel wat. Ik ga eens even zitten hier. Kijk, dit zijn... Ach, Mark heeft een lekkere stoel, vind je niet? Je zakt er helemaal in weg. Ha, daar zitten we dan in het torentje. Hier gebeurt het allemaal. Het is wel gek om je te realiseren, vind je niet, dat we zitten hier nu. En ik vind het heel fijn en heel aardig dat we even deze gelegenheid krijgen. Maar dit is natuurlijk wel de plek waar, los van de gezelligheid, gewoon echt wel pittige dingen gebeuren, denk je niet? Ja, dit is de plek waar crisissen besproken worden en bezworen worden. En waar zwaar onderhandeld wordt. En waar de minister-president zijn troonrede mede heeft geschreven voor de koning. En zou het gek zijn als we gewoon in die laadjes even kijken waar die troonrede ligt? Het zou een beetje onbeleefd zijn, hè? Ik zie ook meteen iemand om de hoek kijken of we gek geworden zijn. Nee, maak je geen zorgen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan een briefje terugschrijven voor Mark Rutte. Dat vind ik wel leuk, want hij is begonnen met post. En ik vind het heel bijzonder om hier te zijn. Vind je niet? Ik vind het heel bijzonder. En ik zit hier ook erg lekker. De volgende uitzending maken we hier vandaan. Betere akoestiek. NPO Radio 2.